Nou, best wel spannend en leuk. Ja? Yeah. Ik heb haar gehoord dat ze kwam. Ja. En, ja. En wat vindt u leuk vandaag? Ja, eigenlijk alles wel. Ja. Ja, het is echt heel belangrijk om een goede gastvrouw te hebben. Ja. Mensen moeten zich echt welkom voelen in het stembureau. Het leuk ja. vinden om te gaan stemmen. Zeker. Dus u ja. leert ook nog nieuwe mensen kennen? Ja, nu helemaal. Nou kijk, geweldig. Ja. Ja. Goeiedag. En dit zijn de kanjes van de school. Hoi Lexie, handbraakslot. We hebben elk jaar een scholendebat ja? om de kinderen te betrekken bij de democratie, zeg maar, en wat dat inhoudt. Het scholendebat is een van de hoogtepunten ook voor mij, want ik mag het wat voorzitten. Zo. En ik ga niet vertellen dat... Dat is een pittige vergadering. Ik mag het niet zeggen voor tv, maar ik denk dat grote mensen daar nog wat van kunnen leren af en toe. Kom hier zo de geiten en schapen en zo. Want dan kun je daar ook bij via de dicht van de deur en dan... Ik zie wel stronken dus. Ja, dat ook dat voor de... ja, daar kan je ook op zitten toch? Zitten. Oh, dat is voor de geiten. Oh. En wat is het beeld wat u heeft gekregen van Steenbergen? Ja, ik ben natuurlijk echt ontzettend onder de indruk van de leerlingen van de basisschool groep 8 hier. Echt hele mooie voorstellen, maar vooral dat ze op zo'n jonge leeftijd al leren hoe belangrijk het is om plannen te maken, samen te werken. En dat ook nog eens een keer bij de burgemeester gewoon in een debat naar voren te brengen. Dat vind ik echt knap en ik vind het echt heel goed dat de school dit ook ondersteunt. Ja, en het stembureau hier ook met een prokkelduo, iemand met een verstandelijke beperking die echt een fantastische gastvrouw is. Ja, dat laat ook gewoon een diepe indruk op mij achter. Waarom heeft u Steenbergen uitgekozen om op bezoek te komen vandaag? Nou, dat ging eigenlijk als volgt. Ik was vanochtend zelf mijn stem uit te brengen in de stad Utrecht. En ik ben naar een mbo-school gegaan in Rotterdam. En toen zei ik ook gewoon op het werk, zei ik van ik wil heel graag gewoon naar de provincie Brabant. Gewoon op bezoek bij een gemeente, niet in een grote stad. En dan is het Steenbergen. Als je kijkt naar het Nederlandse stelsel zie je dat er heel veel politieke partijen zijn. En dat is ook echt een belangrijke waarde in onze democratie. En iedereen kan meedoen. En het is uiteindelijk straks aan de nieuwe statenleden in Brabant hoe ze de onderhandelingen gaan doen. En dat moeten ze onderling met elkaar beslissen. En dat is aan hen. Ik vind het als minister van belang dat we elke verkiezingen weer zien dat er nieuwe politieke partijen komen. En dat we zo ook een breed samenstel hebben. Nou, op de eerste plaats vind ik het geweldig dat ze de keuze heeft gemaakt om naar Steenbergen te komen. Ik vind het heel belangrijk dat Den Haag contact houdt met de regio. En zeker met de regio West-Brabant. Daar zijn we natuurlijk onderdeel van de West-Brabant. Dus dat vind ik al heel belangrijk. En dan vind ik het ook nog een minister die heel geïnteresseerd is. Die veel interesse toont ook aan de projecten waar we mee bezig zijn met de scholen. Het project waarin we samenwerken met de SDW om mensen hier ook inclusief een bijdrage te laten geven. Nou, en ik vind de manier waarop zij daarop reageert, nou, daar ben ik heel erg blij mee. Dat geeft iets extra's voor al die mensen die zich inspannen, ook voor Wietse die zich inzet voor dit soort projecten. Het geeft iets extra's voor mensen om misschien toch nog eens goed na te gaan denken, joh, ik moet gaan stemmen, hoe belangrijk dat is. Het is enorm belangrijk voor de veteranen dat ze daar ook die aandacht voor geeft. Ze is zelf ook veteraan natuurlijk, dat wisten wij. Dus we hebben geprobeerd haar daar een beetje mee te triggeren. En het laatste is natuurlijk dat ik een afspraak met haar ga maken om eens te gaan praten over de regio en wat wij allemaal voor plannen hebben hier. En nou, wat ik net al zeg, er zijn hier zoveel mooie initiatieven. Afgelopen jaar het jubileumjaar, wat tot heel veel verbinding heeft gezorgd tussen alle kernen. Dus ook daar hebben we de minister natuurlijk wat over verteld. Dus nee, volgens mij hebben wij een visiteplaatje en dat heet Steenbergen. En hebben we dat bij de minister heel goed geraakt.